We zijn allemaal nat tot op onze onderbroek. Jij ook? Nee, ik voel mijn sokken. Je tot je sokken? Ja. Ben jij nog een beetje droog? Nee, ik voel het soppen. Jij voelt het soppen, Cicero, hoe zit het? Nou, ik ben nat. Ja? Wat is er nog iets droog of niet? Bij mij niet in ieder geval. We gaan door, hebben we er nog zin in? Ja! Yeah! Ja, dit is hem dan. De Via Gladiola. 4 dagen, 120 kilometer. En we zijn er! Ik vind het heel leuk dat allemaal mensen langs de kant staan te juichen. En dit is in ieder geval de ballonnen van de jonge honden vind ik ook heel leuk. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk hoe dat al die mensen komen kijken voor ons. Gladiola. Gladiolen volgens mij. Omdat gladiolen staan voor een presentatie, als je een presentatie hebt geleverd. Omdat ik de Vierdaagse bijna heb uitgelopen. Het is heel leuk, alleen met regen was het niet zo fijn, want mijn hele schoenen zaten vol water. Ga je het halen? Ja, denk het wel. Ja. Heb je pijn? Ja, vooral aan mijn botsen bij de voet. Een beetje aan de voeten. Doorbijten dus? Ja. Mogen wij u, dames en heren, echt dringend verzoeken nu om door te lopen. Je hebt het gehaald, 4 keer 30 kilometer. Ja. Ben je trots? Ja. Goed zo. Dit was hem, de 100ste Nijmeegse Vierdaagse. Met 100 kinderen, de Jonge 100. Maandag, de inschrijfdag. Welkom bij de Jonge 100. Heel fijn dat je bij onze club zit. We gaan er één groot feest van maken. Zet hier een kruisje achter je naam. En iedere dag als je binnen bent, even een kruisje komen zetten. Dan kunnen we ook checken of je binnen bent en of alles goed met je gaat. Hebben jullie goed getraind? Ja. Yes. En geen blaren van de week, hè? Heeft u zelf ook wel eens een keer de Vierdaagse gelopen? Nee, ik heb er niet gelopen en dat gaat ook dit jaar niet gebeuren. Ik sta langs de kans om te juichen van jullie. Dinsdag heel vroeg op. En begon het feest pas echt de eerste etappe wandelen over die bloedhete dijk. Blauwe dinsdag is het. Caitlin, de allerjongste wandelaar, hoe gaat het? Goed. Ja, hoe voel je je? Ja, goed, maar wel, het is wel warm. Weet je dat de natuur hier heel dichtbij kan zijn? Ik heb hier een heel klein stukje heb ik voorgelopen. We lopen straks ergens over een viaduct. En er staan gewoon hele mooie orchideeën in de bergen. Ja. Zal ik die straks even laten zien? Ja, maar goed. Dat is vlak voor de rustplek. Woensdag. De dag met uitvallers. Veel pijntjes. Ik ga stoppen, want ik heb een lichtelstrook Achillespees en dat gaat echt niet. Nou, ik ben uitgevallen. Wat is er aan de hand? Nee, ik heb overbelast. Middenvoetsbeentje. Voel je je voeten nog wel? Een beetje. Een beetje. Ja, dat is belangrijk dat je ze wel blijft voelen, hè? Ja. Vanavond rusten? Heel veel. Donderdag, de dag van de 7 heuvelen en militairen. Hus, hare, hus, hare, hus. Vind je zo naast die mannen? Ja, leuk. Ja, het is wel grappig tussen die mannen allemaal Duitsers zijn. Ik ben geen Duitser, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik doe ze gewoon na. Ik loop er gewoon naast. Die 7 heuvelen weg. Wat vind je ervan? Afschuwelijk. Wat dan? Ik heb nul pijn. Dat is echt niet normaal. De hele tijd op en neer, dat kun je toch niet houden of zo? Dat is echt niet normaal. Dit was het, de 100ste Nijmeegse Vierdaagse. De laatste wandelaars komen hier binnen en dan is het in Nijmegen echt afgelopen. Maar voor ons natuurlijk nog niet, want we gaan nog een Jonge 100 film maken. Iedereen die heeft gesponsord, gesteund, meegeleefd en meegewerkt, ongelooflijk bedankt voor al jullie hulp. Zonder jullie
was het nooit zo'n succes geworden. Maar vooral natuurlijk hulde aan die 100 kinderen. De enige echte jonge 100.